Het Cornelius Haga Lyceum was vanmorgen gewoon geopend. De meeste ouders wilden niet reageren, maar één van hen liet weten dat ze alle berichten over de school onzin vindt. Toch zijn de zorgen bij de gemeente over de school, na een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, groot. Volgens onderwijswethouder Moorman moet het bestuur opstappen. Je krijgt niet zomaar een brief van de NCTV met dit soort signalen. Signalen die aangeven dat er antidemocratisch onderwijs wordt gegeven op het Cornelius Haga Lyceum. En dat er ook banden zijn met terroristische organisaties van een aantal personen binnen de school. Ja, dat is natuurlijk zeer zorgelijk. Daarbij durfde de onderwijsinspectie afgelopen woensdag vanwege de reactie van het personeel de school niet in. De onderwijsinspectie is er nou juist om te zorgen dat overal in Nederland gewoon goed onderwijs wordt gegeven en dat dat ook gecontroleerd kan worden. En het feit dat je daar geen openheid voor geeft, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon bizar. De bestuursvoorzitter van het Cornelius Haga Lyceum noemt dat een leugen. Volgens hem is de onderwijsinspectie woensdag door het personeel gefilmd en hij overweegt de beelden te publiceren. Verder spreekt hij van staatspropaganda. Dit lijkt meer op een hetze tegen de school dan dat er iets anders aan de hand is. Er is geen enkel feit benoemd. Binnenkort wil de onderwijsinspectie wel de school in. Als de omgang met de school dan weer problematisch is, is dat voor minister Arie Slob een reden om de bekostiging in te trekken. De school zou uit financieel oogpunt dan wel moeten sluiten. Voor die tijd probeert Moorman de koers op de school al te veranderen. Dat betekent geen subsidies meer, geen nieuwe huisvesting. Echt alles doen we eraan om te zorgen dat er een andere richting in deze school komt.